Wie wat bewaart, die heeft wat. Dat is kortweg mijn filosofie bij het aanleggen van goed gedocumenteerde dossiers van de misdaadzaken die ik behandel. Gevolg is dat ik na ruim 30 jaar misdaadjournalistiek over tientallen meters archief beschik. En heel dikwijls komt dat, soms jaren later, heel erg goed van pas. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en vanavond diep in de archieven duikt die het Rotterdamse Cold Case Team gelukkig ook heeft aangelegd van twee geruchtmakende oude moorden in 1992 en 1993. Die door een recente uitzending van ons ineens weer heel actueel zijn geworden. Het begon ermee toen ene Johan B. uit Rotterdam eind mei van dit jaar in een verborgen cameraactie van ons programma te zien was als een ordinaire motordief. Toen hij uiteindelijk werd gepakt, wij op het punt stonden het dossier alweer te sluiten, riep er iemand: weten jullie eigenlijk wel dat deze B. in het verleden een rol heeft gespeeld bij een onopgeloste moord? En toen we de archieven daarvan openden, kwamen we terecht in een on-Nederlandse beerput van geweld. Een bloedige familiefete met schietpartijen, bomaanslagen, bedreigingen en maar liefst twee moorden. Twee moorden die nog opgelost kunnen worden. Motordief Johan B. opnieuw in de picture. Een historisch dossier over de oorlog in Overschie. 1992-1993. Dit is Johan B. uit Rotterdam. Een 40-jarige draaideurcrimineel die al tientallen keren met politie en justitie in aanraking kwam voor allerlei kleine vergrijpen, zoals oplichting en het stelen van auto's en motoren. Begin dit jaar meldt B zich bij een medewerker van MVM Motoren in Soesterberg. Hij wil een afspraak maken voor een proefritje op een motor ter waarde van 16.000 euro. Als eigenaar Hans Smit van de geplande proefrit hoort, gaan bij hem alle alarmbellen rinkelen. Want wat wil het toeval? Johan B. stal 5 jaar geleden ook al een motor bij hem uit een ander filiaal. Wij waren 5 jaar geleden zeker niet de enige. Er waren nog een paar collega's die met Johan B. te maken hebben gehad. En wat achteraf ook bleek, nog 12 andere bedrijven die daarmee te maken hebben gehad. De dief heeft blijkbaar niet door dat hij weer bij een van zijn oude gedupeerden op de stoep staat. Smit heeft er weinig twijfel over dat B. weer op boevenpad is. Daarbij hoort hij die week toevallig dat een bevriende motorhandelaar kort geleden ook door B. is bestolen. De politie maakt echter niet veel werk van dit soort praktijken, constateren de mannen. Hans Smit schakelt daarom ons programma in. Wij besluiten het spel mee te spelen om te onderzoeken of Johan B. werkelijk zo brutaal is om voor de tweede keer bij hetzelfde bedrijf een motor te stelen, en willen ook wel eens volgen wat de politie nu met zo'n zaak doet. We plaatsen verborgen camera's in de zaak. En de kanariegele Suzuki, waarop B. zijn oog heeft laten vallen, krijgt een volgsysteem ingebouwd. Daarmee kunnen we tot op een paar meter nauwkeurig zien waar de motor zich bevindt. Wat volgde was een onthullende undercover-actie waarin we lieten zien hoe de notoire dief op strooptocht door het land weer toeslaat. Op de dag van de proefrit registreren onze verborgen camera's feilloos zijn werkwijze. Johan B. geeft wel zijn echte legitimatie af, maar laat een adres achter waar hij niet meer verblijft en gaat er doodleuk vandoor met de belofte dat hij na een kort ritje weer terug zal keren. Kwartiertje? Ja, hooguit, joh. En als je lekker rijdt, schrijf hem op. Gelijk gaan we doen dan. Ja? Ja, tuurlijk. Dan maken we maak het gelijk rond. Ja, oké. Okay. Maar wat een klein ommetje in Soesterberg had moeten worden, werd een bijna onnavolgbare rit op de snelweg richting Rotterdam, waarbij snelheden van meer dan 170 km per uur worden gehaald. Uiteindelijk registreert onze tracer dat de snelheidsduivel de motor in een voortuintje in een wijk onder de rook van vliegveld 16hoven stalt. Toen duidelijk werd dat Johan B. niet van plan was om de motor weer terug te brengen, stapte gedupeerde Hans Smit naar de politie om aangifte te doen. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Ja, meneer moet eerst een aangetekende brief sturen. Ja? Naar die persoon. Dat ding maar het is een
Het is een bekende bij de politie. Vijf jaar geleden heeft hij dat ook al gedaan bij mij. Dan gaan we weer het traject in. We kunnen nu toch wel aangifte doen, of? Na lang aandringen werd de aangifte opgenomen. En je zou denken dat de politie de dief, die met naam en toenaam bekend was, meteen in de kraag zou vatten. Maar niets is minder waar. Men was niet vooruit te branden, zo lieten we zien in onze uitzending. Beloftes om terug te bellen werden niet nagekomen en er gebeurde gewoon niets. Zoals ik u gezegd heb, en ik ga er verder niks aan toevoegen. Nee. Het is bij de screening en die bepaalt alles. Maar als u het er niet mee eens bent, dan kunt u een brief schrijven. Terwijl het toch om een panklare zaak ging. Recidivist Johan B. was immers al vaker veroordeeld voor vergelijkbare vergrijpen, en het ging bovendien niet om kinderachtige bedragen op zijn strooptocht. Het enige wat gedupeerde Hans Smit kreeg, waren sussende woorden. En zo gauw er dingen bekend zijn, dan krijgt u bericht. Ja, maar op wat voor termijn is dat? Want met alle respect... Ja, dat kan ik u niet vertellen. Als we daar weken mee wachten, dan is de vogel al langer verlogen. Zeker mijn motorfiets, dus dat zou ik wel heel zonde vinden. Dat komt allemaal goed, u kunt gerust gaan slapen. Ja? Terwijl de tijd verstreek, verloren we de motor helaas uit het oog door een storing in het volgsysteem. We brachten nog wel een bezoekje aan het adres waar we de motor voor het laatst hadden gezien. Maar de bewoner, een Rob, hield zich van een domme. Kom voor deze motor. Zeg me niks. Eerlijk. Jawel. Nee, eerlijk. Mooie motor. Die ken je wel. Nee. Die heeft hier een paar dagen bij jou in de tuin gestaan. Nee. Jawel. Nee, ik zeg er echt niks. Maar heeft hier een paar, in januari, eind januari, heeft hij hier een paar dagen in de tuin gestaan. Nee, hier heb ik geen motor in de tuin gestaan. Hier komt wel eens een vriend op een motor, maar er staat geen motor per dag, want ik heb zelf geen motor. Hoe is die vriend dan? Dat was Johan, maar die kwam hier vaak met een motor, maar... Johan Kerm? Ja. Deze motor heb ik nooit gezien. Nee? Hij kwam altijd maar op één motor, op een zwarte motor. Erewoord? Erewoord, zeg ik op mijn hart. Ja? Dan ben je nou dood, hè? Vlak na onze undercover-actie ontdekken we dat Johan B. toch is opgepakt. Alleen niet door de wakkere agent in Soest, maar door een ander korps. Hij zit vast voor een reeks vergelijkbare vergrijpen, en nu wordt onze zaak erbij gevoegd. En daarvoor veroordeelt de rechtbank in Rotterdam hem op 8 juli van dit jaar tot een gevangenisstraf van 18 maanden. B. heeft in korte tijd flink huis gehouden, zo lezen we. Want in 4 weken tijd steelt hij niet alleen de Suzuki van Hans Smit, maar ook 2 dure auto's en nog een Suzuki-motor. Allemaal volgens zijn beproefde methode met de proefrit van hooguit een kwartiertje. Onze motordief zit voorlopig dus achter slot en grendel. Met de draaideur crimineel van de straat is het dossier wat ons betreft gesloten. Maar schijnbedriegt. Want ten tijde van onze undercoveractie zijn wij er nog niet van bewust dat er na de uitzending een bierput open zal gaan. Wat wij in mei niet wisten toen we de beelden uitzonden, is dat men bij het Cold Case Team hier op het hoofdbureau in Rotterdam meteen opveerde bij het zien van onze undercoveractie. Johan B. een kruimelcrimineel? Wel nee. Het horen van zijn naam riep daar een heel ander beeld op. Herinneringen aan een tijdperk vol zwaar geweld, bedreigingen, schietpartijen, gijzelingen en moordaanslagen. Strafbare feiten die worden beschreven in dikke dossiers die grotendeels onopgelost in een archiefkast van het Cold Case Team liggen. En waarin Johan B. de hoofdrol speelt. Dit is een documentaire over de wijk waar onze motordief Johan B. opgroeide. De reeks wordt eind 2007 uitgezonden en springt vooral in het oog door de vloekende Lau en zijn vrouw Tini. Ach, de godverdomme, ik heb wat anders te doen dan die achterlijke kankerieten zo. Jonge, jonge, godverdomme, wat heb ik altijd aan gezeik bij jou. Ja. Ik krijg toch de pestkankertering, godverdomme, is van dat bloedkankerding. Het doet het toch al negatieve imago van de beruchte Rotterdamse volksbuurt met de illustere bijnaam Indianendorp geen goed. Indianendorp bestaat uit 2 wijken die onderdeel uitmaken van het Rotterdamse stadsdeel Overschie.
De Witte Huizen zijn gebouwd als nooddorp voor Rotterdammers die door de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog dakloos waren geworden. De Bruine Huizen dateren uit de jaren 60. Officieel heet dit deel van Rotterdam Landzicht. Indianendorp is een scheldnaam die ontstaat als de gemeente er aan de lopende band gezinnen plaatst die als asociaal bekend staan. Met alle gevolgen van dien. Want ze begonnen hier ook met een bord te zetten van, hoe heet dat ook weer, Jan? Iets wat erop sloeg dat ze hier allemaal een beetje gestoord waren. Met intensieve begeleiding van maatschappelijk werkers probeert de gemeente de bewoners in het gareel te krijgen, maar tevergeefs. Indianendorp, onder de rook van vliegveld 16hoven, glijdt af tot een soort van vrijstaat waar het recht van de sterkste geldt en waar de politie zich alleen met de backup van een tweede surveillancewagen durft te vertonen. Vooral de politie, hè, die doen hier niet zoveel. Hoe komt dat? Is dat bang? Onze motordief woont sinds zijn prille jeugd in Indianendorp. In een eengezinswoning in deze straat, samen met zijn ouders, broers en zus. Vanwege de vorm van zijn hoofd gaat hij door het leven onder de bijnaam Eitje. Niemand noemt hem Johan. Eitje bouwt in zijn jonge jaren een slechte reputatie op. Hij staat bekend als een agressief en gewelddadig ventje dat niet vies is van alcohol en drugs. En hij is vaak betrokken bij de vele opstootjes in de wijk. Het is begin jaren 90 als Eitje tijdens een van zijn gewelddadige uitspattingen toevallig een camera van TV Rijnmond tegen het lijf loopt. Op de beelden is te zien hoe hij met bebloed gezicht wordt afgevoerd door de Rotterdamse politie na een vechtpartij in een café. Indianendorp heeft dus mede dankzij Johan B., alias Eitje, een slechte reputatie. Toch heerst onder de bewoners zelf veel saamhorigheid. Er hangt hier een sfeer van wij tegen de rest van de wereld. Maar begin jaren 90 gebeurt er iets dat dit stukje Rotterdam in twee kampen verdeelt. En er niets minder dan een soort van burgeroorlog ontstaat. De 21-jarige Appie C. en de 26-jarige Johan van den B. zijn vrienden. Hun familie staan ook op goede voet met elkaar. Ze komen allemaal uit Indianendorp en feesten regelmatig samen. Ook de 23-jarige Eitje is vaak van de partij. Hij is bevriend met beide families die hij van kinds af aan kent uit de buurt. Maar dan gebeurt er iets waardoor de goede verstandhoudingen in één klap worden verziekt. Want als de werkloze bouwvakker Johan in de gevangenis zit voor betrokkenheid bij een vechtpartij, stort zijn vriendin Marisol, met wie Johan een kindje heeft, zich in de armen van Appie. De rapen zijn gaar als Johan het overspel na zijn vrijlating ontdekt. Hij vergeeft Marisol het bedrog, maar Appie niet. Het is het einde van een jarenlange vriendschap en de start van vele ellende en geweld, waar Eitje een van de sleutelrollen in zal gaan spelen. In eerste instantie wordt er alleen wat geduwd en gescholden als Johan en Appie elkaar tegen het lijf lopen. Maar de gemoederen in Indianendorp raken oververhit als ook de families van de liefdesrivalen zich in de ruzie mengen. En op 4 april 1992 loopt het voor de eerste keer helemaal uit de hand. Een feest in buurthuis Landzicht eindigt in een massale vechtpartij tussen bijna alle leden van beide gezinnen. Ze gaan elkaar te lijf met flessen, ijzeren staven en honkbalknuppels. En er vallen gewonden aan beide kanten. Ja, en vanaf dat moment is de familievete echt ontbrand. Met twee kampen die elkaar letterlijk naar het leven staan. Het zijn vooral de broers en zwagers uit beide gezinnen die steeds de confrontatie met elkaar zoeken. Maar ook een aantal buurtbewoners en vrienden hebben partij gekozen in het oplaaiende conflict. Een van hen is Johan Eitje B., de motordief uit onze verborgen cameraactie. Wat zijn rol is als er in Indianendorp een heuse Wild West ontstaat, dat ziet u na de reclame. Hey,
Dit is Eitje B., een bewoner van Indianendorp, een Rotterdamse wijk in het stadsdeel Overschie. B. raakt begin jaren 90 betrokken bij een vete tussen twee families uit zijn wijk die ontstaat na overspel. Wie is die combinatie? Hoi! Hey, even Eitje stond oorspronkelijk op goede voet met beide families, maar is veel dikker met de familie C. Met name met Appie en zijn broer Henk. En heeft zich dus aan hun zijde geschaard. Het andere kamp bestaat uit onder andere Johan van der B. en zijn broer Hans. Er vallen regelmatig rake klappen als de camphanen elkaar tegenkomen op straat of in de kroeg. De politie in Overschie zit met de kwestie in de maag. De situatie loopt meer en meer uit de hand, maar pogingen om de boel te sussen halen weinig uit. Beide partijen zijn niet voor reden vatbaar. Ja, en dit zijn de oude dossiers over de familie Vete. Deze oude processen verbaal, die meer dan 15 jaar geleden zijn opgetekend en hier in de kelder van het hoofdbureau in Rotterdam zijn opgeslagen, vertellen een onthutsend verhaal over hoe de wijk, waar men van oudsher soms toch al eerder slaat dan praat, in korte tijd verandert in een strijdtoneel, waarin de twee families elkaar als heuse maffia-clans proberen te elimineren. In de nacht van 18 april 1992 schrikken de bewoners van Indianendorp wakker van harde knallen. De rivaliserende families staan weer tegenover elkaar. Alleen zijn ze nu gewapend en er valt een eerste dode. De schietpartij eindigt fataal voor de 18-jarige René, een neefje uit de clan van de familie C. Hij wordt tijdens het vuurwapengeweld door zijn hoofd geschoten. Dat er niet meer doden zijn gevallen is een wonder, want de kogels vlogen in het rond. Zo ketst er een af tegen de muur van een hoekwoning waar mensen wonen die helemaal niets met de familie Vete te maken hebben. Er belandt zelfs een kogel in de boekenkast van het huis. De aanleiding en exacte toedracht van de schietpartij zijn onduidelijk, want alle betrokkenen beweren dat ze niet hebben geschoten, maar dat het andere kamp zonder aanleiding de trekker overhaalde. De recherche slaagt erin om de schietbanen te reconstrueren die de afgevuurde kogels moeten hebben afgelegd. Ook worden er munitiefragmenten van verschillende kalibers gevonden. Aan de hand van deze bevindingen is er maar één scenario mogelijk: beide partijen hebben geschoten. Huiszoeking bij de familie C levert niets op. Bij de familie van een B worden wel twee wapens gevonden, maar hieruit kwam niet de kogel die een einde maakte aan het leven van de 18-jarige René. Tot strafvervolging komt het niet, omdat de zaak bewijstechnisch te moeilijk ligt, hoewel de recherche overtuigd is van de feitelijke toedracht. Aan de hand van het sporenonderzoek komt de technische recherche tot nog een conclusie. En die is even opmerkelijk als pijnlijk. De jonge René is waarschijnlijk gedood door zogenaamd friendly fire. Met andere woorden, hij is in de hitte van de strijd per ongeluk geraakt tijdens het vuurwapengeweld door een van zijn eigen familieleden. Maar dat scenario willen bij de nabestaanden van René natuurlijk niet in. Zij houden Johan van der B. persoonlijk verantwoordelijk voor de dood van hun neefje en willen wraak. En ook Eitje B. lijkt zich daar hard voor te maken. Johan maakt aanstalten om naar bed te gaan. Door het raam van zijn flatwoning ziet hij verdachte bewegingen. Het zijn Appie en Eitje die beneden in de tuin staan. Johan loopt naar de voordeur om polshoogte te nemen. Nog voor hij de laatste trede heeft genomen, schiet er een kogel rakelings langs zijn hart. Johan is op sterven na dood. Als zijn vriendin vraagt wie de trekker heeft overgehaald, zegt hij: Appie en Eitje was erbij. Toch wordt Eitje niet aangehouden.
Er is geen hard bewijs dat hem linkt aan de poging tot moord. Appie C. zal enige tijd later wel worden gearresteerd, samen met een tweede familielid bij wie vuurwapens waren gevonden tijdens huiszoekingen bij de familie C. Terwijl Johan vecht voor zijn leven, gaat de familie Vendetta onverminderd door. 6 dagen na de mislukte moordaanslag op Johan ontstaat er een massale vechtpartij tussen beide families op een schoolplein in Overschie. Talloze kinderen zijn getuigen. En diezelfde dag nog schiet een zwager van Johan op klaarlichte dag een magazijn kogels leeg op Henk C., de broer van Appie, in een drukke winkelstraat in Overschie. Wonderwel wordt er niemand geraakt. Ook Henk komt er genadig vanaf met slechts een schampschot aan zijn duim. De tussenstand na 10 maanden familie Vendetta is schokkend. 2 wildwestschietpartijen in een woonwijk, vechtpartijen, bedreigingen, een mislukte moordaanslag en een dodelijk slachtoffer. De bewoners van Overschie hebben zo langzamerhand het idee dat ze midden in een loopgravenoorlog zijn beland en gaan sidderend over straat. Maar uit deze dossiers blijkt dat de geweldspiraal nog lang niet ten einde is. Sterker nog, alles wijst erop dat de familie C., met Eitje als hun strijdlustige adjudant, nog altijd aast op de scalp van Johan. De man aan de balie is Frits O., een 24-jarige werkloze drugsverslaafde uit Overschie. En een bekende van zowel de familie van den B. als de familie C. Frits komt aangifte doen. Hij heeft die dag onverwachts bezoek gehad van Eitje, die hem op dwingende en intimiderende wijze meegedeeld heeft dat hij het huis van Frits wil gebruiken om daar vandaan Johan te beschieten. Die woning ligt namelijk pal tegenover een adresje waar Johan regelmatig een goede vriend bezoekt. Maar Frits kent alle lieden uit beide kampen en wil helemaal geen partij kiezen. Als hij meldt dat hij weigert aan het moordplan mee te werken, wordt hij bedreigd. Frits doet hiervan aangifte, maar trekt deze een dag later alweer in, omdat hij bang is dat zijn familie anders wat overkomt. Tot grote verbazing van de politie meldt hij zich 2 weken later alweer op het bureau. Sterker nog, hij komt bijna letterlijk binnenstormen, op 1 schoen en met verwondingen in zijn gezicht. Frits komt weer aangifte doen. Hij heeft nogmaals onaangekondigd bezoek gehad en dit keer ging het er heel wat gewelddadiger aan toe. Compleet over zijn toeren vertelt Frits dat hij die middag door Eitje en Henk onder bedreiging van een mes in een auto is geduwd. Tijdens de autorit, waarin Frits voortdurend wordt geïntimideerd, gestompt en geslagen, laten ze hem weten dat ze toch echt van plan zijn om de woning van Frits te gebruiken om vanuit daar Johan van den B. te vermoorden. Op een afgelegen plek bij het vliegveld doorzoekt Eitje de kleding van Frits en stuit hij op zijn pinpas. Omdat Eitje de rekening van Frits wil gaan leegtrekken, rijdt de Golf naar een geldautomaat in Overschie. Frits heeft een verkeerde pincode opgegeven, zo vertelt hij de recherche, en beseft dat hem dat duur zal komen te staan. Er zit maar 1 ding op, vluchten. Als Eitje gaat pinnen, grijpt hij zijn kans. Eenmaal buiten krijgt Eitje hem weer te pakken, maar Henk roept hem toe de worsteling te staken omdat ze vlak bij het politiebureau geparkeerd staan. Aldus het relaas van Frits, die ook een gekneusde rib aan zijn hachelijke avontuur heeft overgehouden. Bovendien is hij behoorlijk gewond aan zijn linkerhand door klappen met een schroevendraaier, zo zal een arts later vaststellen. De recherche komt direct in actie.
Op de afgelegen plek bij het vliegveld, die Frits de volgende dag aanwijst, worden twee blikjes bier gevonden, die daar volgens zijn verklaring waren achtergelaten. En navraag bij de bank leert dat zijn pinpas is ingeslikt. Dat zijn feiten die het relaas van Frits ondersteunen en op 30 december 1992, een dag na de ontvoering, gelast de officier van justitie de aanhouding van Henk en Eitje. Maar de geschiedenis herhaalt zich, want ook dit keer verschijnt Frits een dag later op het bureau om zijn verklaring in te trekken. Hij zegt dat hij een regeling heeft getroffen met de mannen die hem ontvoerden en mishandelden en wenst geen politiebemoeienis meer. ...1992 was een gitzwart jaar voor Overschie. De straatguerrilla, ooit begonnen als een ruzietje om een vrouw, om een slippertje, heeft al een dodelijk slachtoffer geëist. En de escalaties onder andere hier in de Lemkenstraat zijn bijna niet meer te tellen. Maar de strijd is nog lang niet gestreden. Uit de dossiers van de Rotterdamse familie Vendetta blijkt wel dat er ook in 1993 geen sprake is van een wapenstilstand. En Eitje B, die is natuurlijk ook weer van de partij. Het is 9 april 1993. Het zoontje van Johan speelt op straat. Zijn vader is er niet gerust op. Hij is immers eerder belaagd bij zijn eigen woning en is erg op zijn hoede. Daarbij is zijn broer Hans 2 dagen eerder via de telefoon met de dood bedreigd. De beller praatte vervormd, maar Hans herkende onmiskenbaar de stem van Eitje. Hij heeft het gesprek opgenomen en op het politiebureau afgeleverd. Als Johan naar binnen wil lopen, valt zijn oog op een touwtje dat aan de binnenkant van de deur vastgebonden zit. Het is een booby trap, een handgranaat die op scherp staat. De politie ontruimt 2 complete flatgebouwen voordat hij wordt ontmanteld. Johan ontsnapt wederom aan de dood. Zijn auto rijdt op een gastank. Als hij het portier zou hebben geopend, had dat een explosie veroorzaakt met een verwoestende werking tot in de wijde omtrek. Dit was geen aanslag op Johan alleen, maar op een hele straat. De politie gaat ervan uit dat het om het zoveelste wapenfeit in de familie Vete gaat, maar krijgt er geen vinger achter. Ook Johan twijfelt er geen seconde aan dat deze tweede poging om hem te vermoorden wederom uit de koker van de familie C komt. Hij neemt zo zijn eigen voorzorgsmaatregelen. Met een bewakingscamera houdt hij zijn auto en de straat voor zijn woning in de gaten. Ook koopt hij een kogelvrij vest en gaat alleen nog maar op pad met een boksbeugel, een wapen en een honkbalknuppel. Overschie zucht onder het geweld, maar de familie Vete zorgt ook voor de nodige beroering op het politiebureau. De agenten worden al meer dan een jaar lang aan de lopende band geconfronteerd met allerlei gewelddadige excessen en de strijd heeft zelfs een eigen bijnaam gekregen: de oorlog in Overschie. Kun je zeggen dat het on-Nederlandse toestanden waren? Heeft u dit vaker gezien? Nee, eigenlijk niet. Er wordt natuurlijk al vaker in Nederland geschoten. Je zou nog kunnen zeggen dat is vooral van de laatste tijd. In de periode waarin dit zich heeft afgespeeld was dit eigenlijk wel on-Nederlands. Wild Westerfril, ja, het feit dat we die naam eraan geven geeft al aan dat het niet normaal was. We hebben wel begrepen dat politiemensen niet altijd stonden te trappelen om dat oorlogsgebied binnen te gaan. Kan je zeggen dat de politie wel eens geïntimideerd is geweest door wat daar allemaal gebeurde en dat men daar een bepaalde angst of vrees voor had? Nou, er zijn wel politiemensen die aangeven dat ze zich in ieder geval geïntimideerd hebben gevoeld. Maar dat is ten dele ook wel het gevolg geweest van het feit dat er door beide kampen wel veelvuldig contact is gezocht met de politie. Op 9 juli 1993, exact 3 maanden na de mislukte aanslag met de handgranaat,
loopt Johan van den B. op hoge poten het politiebureau binnen. De dienstdoende agent, die net als zijn collega's op de hoogte is van de familiefeten, vermoedt dat hij niet langskomt om verhaal te halen vanwege een parkeerbon. En inderdaad, Johan komt aangifte doen van weer een bedreiging. Hij verklaart dat hij in Overschie reed om zijn schoonmoeder ergens af te zetten, toen hij toevallig de rode golf van Henk C. passeerde, waar ook Eitje weer in zat. Ze maken dreigende gebaren en Eitje richt op hem met een vuurwapen met geluiddemper. Tijdens een dolle achtervolging de Overschie slaagt Johan erin om de golf af te schudden, en met gierende banden rijdt hij meteen door naar het politiebureau. Johan is ervan overtuigd dat zijn rivalen niet zullen rusten tot hij zijn laatste adem heeft uitgeblazen. En daar kon hij wel eens gelijk in hebben, want de inkt op zijn laatste aangifte is nog maar net droog of er wordt weer een poging gedaan om hem van het leven te beroven. Johan is meer dan ooit op zijn kievieven, want de hem bekende Frits O. loopt al een paar dagen langs zijn woning te schuifelen. De afgelopen dagen heeft hij al meerdere keren bij Johan aangebeld, maar Johan heeft hem niet binnengelaten. In de avond van 15 juli 1993 krijgt Johan een telefoontje. Het is Frits die hem dringend onder vier ogen wil spreken vanwege iets belangrijks. Er wordt een afspraak gemaakt voor later die avond. Johan vertrouwt het niet. Hij vermoedt dat Frits door de familie C. en door Eitje op pad is gestuurd om hem iets aan te doen. Hij is dan ook helemaal niet van plan om Frits binnen te laten en wil hem al meteen bij de voordeur fouilleren. En hij alarmeert zijn broer Hans. Zodra Frits de hal binnenloopt, pakt Johan hem beet. Uit zijn zak komt een vuurwapen tevoorschijn. Hij geeft het aan zijn broer en sleurt Frits mee naar binnen. Dan ziet Johan iets vreemds aan zijn broek hangen. Het is een zender. Frits biecht op dat hij door Henk en Eitje op Johan is afgestuurd om hem neer te schieten. Met de zender hielden ze in de gaten of hij wel precies deed wat hem was opgedragen. Na zijn arrestatie loopt Frits helemaal leeg. Hij vertelt de recherche tot in detail hoe hij in de week voor de mislukte aanslag door Henk en Eitje is opgezocht, lastiggevallen, bedreigd en onder druk is gezet. De verklaring geeft een verbijsterend inkijkje in de werkwijze en gedachtenwereld van Henk en Eitje, die er kennelijk werkelijk alles aan gelegen is om Johan uit de weg te ruimen. Frits vertelt dat hij in eerste instantie is benaderd met een wel heel curieus verzoek. Eitje en Henk willen dat hij bij Johan langsgaat om daar stiekem een zakje vergiftigde cocaïne achter te laten. Johan zal het zakje vinden, het spul opsnuiven en sterven aan een hartaanval. Zo zal niemand weten dat er opzet in het spel was. Henk en Eitje vertrekken met de mededeling dat Frits de volgende dag moet bellen om kort te sluiten wanneer ze het plan ten uitvoer gaan brengen. In de dagen die volgen probeert Frits angstvallig uit handen van de twee te blijven, zo vertelt hij de recherche, maar tevergeefs. Hij wordt in elkaar geslagen, met de dood bedreigd, en Henk en Eitje beloven hem ook plechtig dat ze het vakantiehuisje van zijn ouders in brand zullen steken als hij niet doet wat ze zeggen. Frits bezwijkt uiteindelijk onder de terreur van zijn kwelgeesten en besluit dat er niets anders op zit dan maar mee te werken. Hij gaat diverse keren langs bij Johan met het vergif op zak. Omdat Henk en Eitje zeker willen weten dat hij doet wat hem is opgedragen, krijgt hij een zender mee, zodat ze hem op afstand kunnen afluisteren en in de smiezen kunnen houden. Maar als Johan steeds niet open doet, treedt plan B in werking. Frits moet Johan maar gewoon neerschieten.
En wel het liefst zo snel mogelijk, krijgt Frits te horen. Want Appie C. wordt binnenkort berecht voor de mislukte moordaanslag op Johan, 9 maanden eerder. En hij zit een stuk makkelijker in zijn cel als hij weet dat Johan naar de andere wereld is geholpen. Zo houdt het duo Frits voor. Voor buitenstaanders is het niet te vatten logica. Maar ja, in tijden van oorlog gelden nu eenmaal hele andere straatwetten. Op 15 juli 1993 wordt Frits gedwongen een afspraak met Johan te maken. En krijgt hij de instructie Johan bij de voordeur of desnoods door het raam heen te liquideren. Maar ook dat plan mislukt dus jammerlijk als Johan hem overmeestert in de portiekhal. Frits is al lang blij. Hij vindt Johan eigenlijk geen beroerde vent en wilde hem helemaal niet doodschieten. Hij is zelfs opgelucht, zo vertelt een murmgeslagen Frits in ondervragers. Want achter de tralies is hij tenminste veilig voor de familie C. en voor Eitje. Hoe moeten we nou de rol van Eitje in deze kwestie duiden? Als je de dossiers leest, dan loopt hij daar continu doorheen. Hij is overal bij betrokken, wordt overal in genoemd. Hoe ziet u die rol? Het is niet zo dat wij de indruk hebben dat deze meneer nou de initiator is geweest van al het geweld. Maar hij heeft wel een nadrukkelijke ondersteunende rol gespeeld in het geheel. Hij heeft niet echt een poging gedaan om zich te verstoppen in die kwestie. Hè? Hij trapt wel vaak op de voorgrond. Hij werd overal genoemd. Dat klopt. Hij is een aantal keren bij ons in beeld geweest. Hij wordt ook wel genoemd. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Maar zoals gezegd, dat is niet zozeer een initiërende rol geweest. Ik weet ook niet of je zou moeten zeggen dat hij een meeloper is geweest. Want daarvoor lijkt zijn rol simpelweg weer te groot te zijn geweest. Maar ergens ertussenin, dat zou wel eens een goede kwalificatie kunnen zijn. 3 keer op rij ontsnapte Johan aan de dood. Op 20 oktober 1992, toen Appie C. hem waarschijnlijk in gezelschap van Eitje een kogel langs zijn hart schoot. Op 9 april 1993, toen hij per toeval een handgranaat in zijn auto ontdekte. En op 15 juli 1993, toen hij Frits O. in de hal van zijn portiekwoning overmeesterde. Een aanslag waarvan Eitje een van de intellectuele daders zou zijn. Maar ook aan het geluk van Johan komt eens een einde. Johan van den B., spil in de Overschiese familiefeten, ontsnapte in nog een jaar tijd 3 keer aan de dood. Maar ook zijn geluk is eindig. Eén uur 's nachts, woensdag 4 augustus 1993. Johan, die alleen nog met een kogelvrij vest op pad gaat, heeft zijn broer in Indianendorp bezocht en rijdt naar zijn woning verderop in Overschie. Het kogelvrije vest biedt geen soelaas, want hij is in zijn hals geraakt door een riot gun. Zwaar gewond zit hij koers richting het ziekenhuis, maar Johan haalt het niet. They spun away. They spun a web for me. They spun a web for me. In de omgeving van de Rijnsburgstraat zijn de gebeurtenissen van afgelopen nacht het gesprek van de dag. Volgens buurtbewoners leeft de familie van het slachtoffer al jarenlang op voet van oorlog met een andere familie die ook in Overschie woont. Vorig jaar kostte deze veten al het leven van een 18-jarige man. En ook de laatste weken waren vechtpartijen en bedreigingen over en weer aan de orde van de dag. Maar uit angst voor represailles durft niemand dit voor de camera te vertellen. Oog om oog, tand om tand. Gezien de hele voorgeschiedenis hoef je geen Sherlock Holmes te zijn om een vermoeden uit te spreken uit welke hoek de kogels kwamen die een einde maakten aan het leven van de 27-jarige Johan. Dat weet de recherche
Dat weten de nabestaanden van Johan en dat weten ook de bewoners van Indianendorp. Maar wat men denkt of vermoedt, is natuurlijk nog geen keihard bewijs. Op 31 augustus 1993, dat is 4 weken na de liquidatie van Johan van den B, worden 3 bewoners van Indianendorp door een arrestatieteam van hun bed gelicht. Het zijn Eitje B, zijn vriend Henk C. en Ene Rinus, een zwager van Henk. De recherche heeft na intensief speurwerk een aantal belastende feiten tegen het drietal op tafel liggen. Zo is uit buurtonderzoek gebleken dat Eitje en Henk zich in de uren voor de moord in donkere kleding hebben opgehouden in de buurt van de latere plaats Te Licht. En dat vindt de recherche verdacht, want een getuige heeft na de schietpartij 2 mannen in donkere kleding weg zien lopen. Eén ervan had een glimmend voorwerp bij zich dat leek op een stok. Ook spreekt de recherche een andere getuige die ziet dat de auto van Johan wordt achtervolgd na de liquidatie. Door de blauwe Mercedes van Rinus en door een grijze Golf. Eitje heeft precies zo'n auto. En er ligt een verklaring van een Belgische ijskomman die regelmatig in Overschie komt. Hij is maar liefst 5 keer door Rinus aangesproken met de vraag of hij wapens mee wil nemen uit België. Het liefst long rifles of riot guns. Het is een wel heel bizar verzoek, want de 2 kennen elkaar helemaal niet. En de ijskomman heeft nooit laten blijken dat hij in iets anders handelt dan ijsjes. Hij verkoopt alleen raketjes. Maar heel ver komt de recherche niet. Alle verdachten ontkennen en er is geen technisch bewijs dat hen aan de moord linkt. De 1,5 jaar durende familieveten heeft de wijk verdeeld en bang gemaakt. En ook dat speelt de recherche parten. De meeste buurtbewoners durven niet te praten over wat zij die nacht gezien hebben, uit angst voor represailles. En getuigen die wel wat zeggen, spreken elkaar tegen. Jullie denken dat er mensen zijn die meer hebben gezien, meer hebben gehoord, meer wisten, maar uiteindelijk uit angst gezwegen hebben? Ja, dat klopt. Zo vreselijk veel verklaringen zijn er uiteindelijk niet afgelegd. En als je dan bedenkt dat het zich allemaal op een vrij klein grondgebied heeft afgespeeld, ook nog in een wijk waar iedereen eigenlijk kent, ja, dan is dat natuurlijk toch wel opvallend dat er zo weinig verklaringen zijn losgekomen. En daaruit kun je dan misschien toch wel concluderen dat er mensen moeten zijn die daar wat meer van weten. Zelfs nu, 16 jaar na dato, zit de schrik er nog steeds in. Zo blijkt als we de wijk ingaan. Een van de buurtbewoners, die ons alleen anoniem te woord wil staan, zegt: die familie C, die zijn allemaal zo maf als een looie deur. Eitje ook. Die heeft zijn hele leven vastgezeten. Morgen is hij vrij. Overmorgen flikt hij wat. En heel Overschie weet dat Eitje Johan daar neer heeft geschoten. Maar als ze zouden weten dat ik iets op televisie verklaar, schieten ze morgen mijn kop eraf. Het is nu een paar jaar rustig, maar als je naam hier valt, dan heb je zo weer die hele clan in je nek. Tijdens onze speurtocht door Indianendorp komen we ook een oude bekende tegen. Het is Rob, de vriend van Eitje, die we ook al spraken in onze verborgen cameraactie. Bij hem in de tuin parkeerde Eitje de Suzuki, die stal uit Soesterberg. Iets wat Rob zich destijds zogenaamd niet kon herinneren. Kom voor deze motor. Zeg me niks. Eerlijk. Jawel. Nee, eerlijk. Mooie motor. Ik ken je wel. Nee. Die heeft hier een paar dagen bij jou in de tuin gestaan. Nee. We kijken even rond. Oh nee, we visite. Ja. Oh, ja. Hoe is het ermee? Ja, rustig. Ja? Alles op zijn gemak hier. Heb jij het je nog wel eens gezien? Die zit vast. Ja, maar kan je hem toch nog wel eens gezien hebben? Nee. Nee? Helemaal niet meer gezien. Niks meer gehoord ook? Nee, niks. Ja, dat hij een paar jaar heeft gekregen, heb ik gehoord. Meer ook niet. Hey, ken jij ook die kwestie van Johan van de B***? Ja, iedereen kent die kwestie. Hij was een goede vriend van me. Ja? Ja. Dat zijn allebei de kanten zo goede vrienden van me, weet je. Ja. Dus ik stond er een beetje tussen. Nou, dat is wel lastig dan. Ja, dat is lastig. En dat hij nou zo aan het eind is gekomen, dat is heel erg rot voor hem natuurlijk. Ja. Wat denk je dat er gebeurd is? Ik zou het niet weten.
Ja, ruzies hadden ze. Het was om een vrouw, hè? Ja. Eén maar... neukt die zwijf en dan Johan, die had het gehoord, die ging erop af. En zo is de circulatie een beetje gegaan. Ja. En toen, ja, van het een komt het ander en het werd steeds van kwaad tot erger. En toen begonnen ze op elkaar te schieten. Ja. Rob, die al sinds jaar en dag in Indianendorp woont, was naar eigen zeggen dus goed bevriend met beide kampen in de familie Veete en stond er destijds middenin. De kans is dus groot dat ook hij, net als vele anderen in de wijk, iets heeft opgevangen over wat er gebeurde de nacht dat Johan werd doodgeschoten. Maar die zaak is nog steeds onopgelost, hè? Van hem. Ja, ja. Nog steeds onopgelost, ja. Is het een beetje bekend wie dat geflikt heeft of niet? Nee, ik zou het niet weten. Ik was ook niet zo goed met allebei de kanten. Nou, net zeg je dat je er heel goed vrienden, mee was. Het zijn goede vrienden. Ik ging altijd met ze naar land, zeg maar. Bij die ruzie heb ik nog nooit bij betrokken. Dat ik allemaal, maar wat is zo het verhaal wat hij eronder doet, zeg maar? Ja, dat ze op elkaar geschoten hadden en... elke keer als ze elkaar tegenkwamen, ze konden elkaar gewoon in lucht of zien. Dat was het hele verhaal. Maar wie het heeft gedaan, dat is... Dat zou ik ook niet weten. Wordt er hier nog veel over gesproken of niet? Nou ja, het is meer een wond, hè. Daar praat je niet over. Volgens veel bewoners van Indianendorp behoort Eitje tot de moordenaars van Johan van der Bee. Maar bewijstechnisch komt de zaak dus niet rond. Maar de naam van Eitje is ook gevallen in een ander, eerder onderzoek. Dat naar de poging tot liquidatie van Johan, 4 weken voor zijn uiteindelijke dood. Eitje zou een van de intellectuele daders van die aanslag zijn. En in die zaak lijkt hij de dans niet te ontspringen. Frits O. heeft immers een keiharde, gedetailleerde getuigenis tegen hem afgelegd, waar weinig op valt af te dingen. Op 15 juli 1993 werd de werkloze junk Frits O. op Johan afgestuurd met de opdracht hem neer te schieten. De aanslag mislukte en Frits deed tegenover de recherche tot in detail uit de doeken hoe hij door Eitje en Henk werd gedwongen om Johan uit de weg te ruimen. Pas 2 jaar later, op 10 augustus 1995... wordt de zaak door de rechtbank in Rotterdam afgehandeld. Frits heeft zijn verklaring, als van ouds, inmiddels alweer ingetrokken. Sterker nog, hij beweert nu dat de mislukte aanslag op Johan een opzetje van Johan zelf was om Henk en Eitje erbij te lappen. Maar aan die plotselinge ommezwaai in zijn verhaal heeft de rechtbank geen boodschap. Uit dit vonnis blijkt dat Eitje en Henk schuldig worden bevonden aan uitlokking tot moord. Eitje krijgt 4 jaar en 4 maanden cel. Henk C. moet 4 jaar zitten en Frits moet 2,5 jaar achter de tralies. De rechtbank is niet te spreken over de lafhartige wijze waarop Eitje en Henk Frits hebben ingeschakeld en onder druk hebben gezet. Door hem te slaan en hem en zijn ouders met de dood te bedreigen. Het gaat hier om een schokkend misdrijf. De rechtbank is verontrust over het schijnbare gemak waarmee verdachte en zijn mededader over het leven van een medemens denken te kunnen beschikken, schrijven de rechters. Maar voor Eitje zit er meer in het vat, zo lezen we in zijn vonnis. Hij wordt ook veroordeeld voor de telefonische doodsbedreiging van Johans broer Hans, die op cassette was opgenomen. Op het vonnis spreken nog meer overtredingen. Het gaat om verboden wapenbezit en 2 gevalletjes van uitkeringsfraude. En alsof dat nog niet genoeg is, moet Eitje ook zitten omdat hij een medewerker van de sociale dienst in Rotterdam telefonisch bedreigde met de volgende tekst. Jou schiet ik door je kankerkop. Ik weet waar jullie allemaal wonen. Dit heeft dodelijke gevolgen voor jullie kinderen. Het is een klip-en-klaar vonnis. En iedereen in Indianendorp slaakt een zucht van verlichting nu de meeste van de betrokkenen van de straat zijn. Maar er komt ook nog een hoger beroep. En degene die dat volgt reageert verbijsterd als daar in arrest wordt gewezen. Uit dit arrest blijkt namelijk dat Eitje en Henk door het gerechtshof worden vrijgesproken voor de moordpoging op Johan van den Bee. En waarom? Niemand zal het weten. Want de raadsheren van het hof motiveren hun beslissing niet.
Ze zeggen alleen dat het bewijs niet is geleverd. Waarmee voor mij het bewijs weer is geleverd... dat onbegrijpelijke gerechtelijke uitspraken niet alleen iets van de laatste tijd zijn. We gaan op zoek naar Frits O., de man die de recherche in het verleden uitvoerig uit de doeken deed... hoe hij door Henk en Eitje werd ingezet om Johan te vermoorden. Maar diezelfde Frits trok keer op keer zijn belastende verklaringen in... waardoor het duo de dans ontsprong. Zou hij nu, 16 jaar later, wel een keer het achterste van zijn tong laten zien? Frits heeft Overschie inmiddels verlaten. We treffen hem in zijn flatwoning elders in Zuid-Holland. Ja, je kijkt natuurlijk gek op waarom wij hier zijn. Ja. Ik graag eens willen spreken over alle gebeurtenissen in Indianendorp in 92, 93. De deur. Hè? Of de deur. Waarom? Kun je toch gewoon over praten? Nee, ik heb een tijdje voor gehad. Ik heb het geschreven over. Frits lijkt dus niet erg gediend van ons bezoek... maar als hij van de eerste schrik is bekomen... wil hij ons toch wel even te woord staan. Ja, vertel maar. Heel vervallen een beetje voor het moeilijk met de poort. Ja, dus daarom rustig aan. We komen gewoon even een gesprekje hebben. Ja, vertel maar. Nou ja, wij zijn een reportage aan het maken... over wat er in die periode allemaal is gebeurd. En dat was natuurlijk toch sprake van een soort van oorlog toen. En, leuk. En, ja. Maar die moord op Johan is nooit opgelost natuurlijk. Moord op René wel? Ook niet. Nou, dan. Maar goed, hoe kom jij eigenlijk? Met de auto. Nee, ik weet het natuurlijk. We hebben gewoon een beetje ons verdiept in de zaak. En een beetje huiswerk gedaan. Een beetje zenuwachtig van je. Ja? Is dit een, is dat nog een tijd die erg bij je leeft? Wat er toen allemaal is gebeurd? Ja, het was al een heftige tijd, toch? Ja, ik ben 50. Nou ja, dat is bommen en granaten, schietpartijen, vechtpartijen, ja. Twee mensen dood. Dat is toch nogal wat? Ben je nu ook nog aan? Nee? Nee. Dat is toch niet alledaags? Bravo, ga je het open of zo? Nou, we zijn ermee bezig om eens te kijken van hoe is dat nou allemaal afgelopen en hoe is het verder gegaan. Heb je niet veel te doen in Amsterdam? Nou ja, we hoeven niet altijd in Amsterdam bezig te zijn. Ja. Heb jij nog veel contacten uit die tijd? Ja, of ben je er helemaal uit? Achter mijn rug. Heb je nog wel eens gehoord hoe het met Eitje is afgelopen? Of die zit niet vast. Dat is man. Hè? Nee, dat is man. Ja. Jij zit ook af en toe nog vast. Ja, ik wel vast. Voor wat voor soort dingen? Maar jij zat toen in 92, 93, zat jij er middenin. Hè? Je werd toen een beetje door Eitje en Henk gebruikt in die zaak, toch? Of niet? Onderwijs. Ja. Zouden we jou toch opgedragen met je Johan moet doodschieten, of niet? Of zo voor de keuze. Ah, je bent toen bij de politie geweest natuurlijk. Toen jij een beetje bedreigd werd en een beetje geslagen was. En je had zelfs een stender bij je, zodat ze konden horen wat je allemaal deed, toch? Ja, dat is juist. Is het niet zo dan? Nou, kom ik nu bij je langs om eens te vragen hoe zit dat. Dat heb je ook zelf gezegd, hè? Ja. Ik heb ook meer bij de politie gehoord. Maar het zijn toch op zich toch vaststaande dingen. Je bent toch bij hem daar thuis geweest met een beetje een pistool daar. Ik ben bij hem thuis geweest. Ja, met een pistool. Frits houdt zich dus op de vlakte. Sterker nog, ook nu, 16 jaar na dato... houdt hij Henk en Eitje de hand boven het hoofd... en komt hij weer met het verhaal dat de mislukte aanslag die hij pleegde op Johan... een idee van Johan zelf was. Hoe zit dat nou met dat verhaal? Want je hebt toen bij de politie verklaard dat Henk en Eitje jou eigenlijk hadden geprest, Appie ook. Voor Johan. Om dat te doen. Voor Johan. Ook bij Johan afgesproken. Door het rechtbank, hè? Door het rechtbank. Dat was met Johan. Van buiten, Eitje, Henk staat naar buiten. Ja. Appie heeft er niks mee te maken, die zelf was. Ja. Nou goed, maar die was wel betrokken, hè?
Ja, dat werd gewoon niet goed van de bank. En je zegt de rechtbank wist het, maar de rechtbank heeft jullie juist veroordeeld. Maak ook fouten, die mensen. Dat was een fout. Ja. Want eerst hun de schuld gaf. En dat is dit. Maar leg dat dan eens uit, hoe zat dat dan? Nou, het kwam niet uit de weg nu. Want was jij nou een vriend van Johan? Maakt het niet uit. Die jongen is dood aan de rug. Nou ja, die zaak is nog steeds onopgelost. Die zaak is nog steeds onopgelost, dat weet jij niet gedaan. En ook nu komt Frits met een verhaal dat gezien de hele voorgeschiedenis uiterst onaannemelijk is. Volgens hem heeft de dood van Johan helemaal niets met de familieveten te maken gehad. Nee, volgens Frits zit er iets heel anders achter. En door onder de druk te doen. Nou, het was meer een liquidatie. Ja, vind jij een liquidatie door onder de druk te doen? Nou, dat weet ik niet. Hoe zit dat dan? Johan is een liefertje geweest. Nee, dat hoeft ook niet. Maar dat wil nog niet zeggen dat je moet worden doodgespoten, toch? Dat weet ik niet. Dat zijn aan de personen die het hebben gedaan. Maar hoe denk jij dat dat zit dan? Ik weet het niet. Ik ga er niet over nadenken. Je kijkt een beetje alsof je het wel weet. Nee, doet straks op die zaak, dat denk ik wel. En dan, net als het te heet onder zijn voeten dreigt te worden, realiseert Frits zich dat hij wordt gefilmd en wijst hij ons de deur. Hij wil niets meer kwijt over de roerige tijden in Indianendorp en over zijn voormalige kwelgeesten Henk en Eitje. Eitje B mag de dans dan zijn ontsprongen. De spiraal naar beneden is ingezet. Na de dood van Johan van den B komt u alleen nog een beeld voor talloze kleine vergrijpen. Het lijkt de omgekeerde wereld. Normaal groeien kleine criminelen uit tot grote boeven. Maar Johan volgt de omgekeerde weg. Hij was groot en gevreesd en is beland op het niveau van een draaideurcrimineel met een ellenlang strafblad. Het cold case team, waar de moord op Johan al 16 jaar onopgelost op de plank staat, vroeg zich al af waar Eitje was gebleven. Tot ze hem in mei van dit jaar ineens zien opduiken voor onze verborgen camera als ordinaire motordief. Ja, ofwel hoe een gestolen motorfiets twee oude moorden weer terugbrengt in de actualiteit en oude archieven opent. In Overschie mag dan inmiddels sprake zijn van een wapenstilstand. De moorden zijn nog steeds onopgelost en het cold case team van Rotterdam-Rijnmond zou daar nog heel graag licht in willen brengen. Voor uw eventuele tips is door hen een speciaal telefoonnummer geopend. Als u iets weet over de toedracht en de daders van de moorden op de 18-jarige René A. en de 27-jarige Johan van den B., kunt u nu bellen met 0800 744 4488. Ik herhaal nog een keer 0800 744 4488. Maar u kunt uiteraard ook via onze website www.peterrdevries.nl reageren. Beter laat dan nooit. En misschien kunnen de dossiers dan echt een keer worden gesloten. En dat brengt mij op een groot dossier van een andere dubbele moord in Amsterdam in 1997... dat voorlopig zeker niet gesloten wordt. Sterker nog, dat wordt volgende week in mijn programma heropend. En dat zijn moorden die ik heel erg graag opgelost zou zien. Het gaat om de moorden op de 79-jarige Henk Oppentij en de 73-jarige Mary Run in Amsterdam-Noord. Het is misschien wel de gruwelijkste moordzaak die ik ooit heb onderzocht. Het bejaarde stel is op beestachtige wijze in hun woning aan de Noorderbreedte afgeslacht. Dat is de enige benaming die recht doet aan de situatie op de plaats delict. Ruim 8 jaar geleden hebben wij er al aandacht aan besteed, maar de dader is nooit gepakt. Achter de schermen zijn we altijd gefocust gebleven op deze moordzaak. In het voorjaar heb ik dit misdrijf nog in een uitzending over mijn persoonlijke top 10 van nog op te lossen moorden opgenomen. En nu kan ik u vertellen dat die oplossing misschien wel heel dichtbij is gekomen. De recherche van Amsterdam-Noord heeft na langdurig en knap speurwerk nieuwe belangrijke sporen gevonden. En dus is er alle reden om dit dossier van de archiefplank te halen.
Volgende week zondag daarom een onthullende reportage over de gruwelijke moorden aan de Amsterdamse Noorderbreedte. Zorg dat u klaar zit en er geen seconde van mist. Tot dan.